De Stichting Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, zal twee projecten uitvoeren in verband met de herdenking van 131 jaar Javaanse immigratie. Elwin Atmodimejo, voorzitter van de Stichting VHJI, bevestigt dit tegenover onze nieuwsdienst. Hij benadrukt dat de stichting het vorige jaar bij de viering van 130 jaar Javaanse immigratie niets kon vieren vanwege COVID. Dit jaar zal gepast en volgens de COVID-protocollen een herdenking worden gehouden. Atmodimejo geeft verder aan dat de stichting met trots terugkijkt op de geschiedenis van de Javanen in Suriname. Maar zeker met de geschiedenis van de vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Voor wat wij betekenen in die gemeenschap. En als Javanen voor de Surinaamse bevolking en voor het Surinaamse volk. Ja, gemengde gevoelens. Het is niet altijd zo gegaan zoals wij dat willen. Met name de herdenkingen. Maar de bijdrage van de Javanen in Suriname is significant. Als je dus kijkt naar alle mijlpalen die neer zijn gezet door de Javaanse gemeenschap. We zijn een integraal geheel van de Surinaamse bevolking, van het Surinaamse volk. En wij proberen op onze manier, met onze normen en waarden, proberen wij daar invulling aan te geven. En ik denk, als we kijken naar de totale integratie van de Javanen in Suriname als deel van het geheel, dan mogen we dat niet wegcijferen. Als je maar simpel begint bij het culinaire gedeelte, maar in alle geledingen van de economie en van de samenleving, of het nou in de politiek is, in het bedrijfsleven, of daarbuiten, of daarnaast dan, hebben wij als bevolking heel veel gehad aan de bijdrage van de Javanen. De VHJI-voorzitter blijft hopen dat de Surinaamse samenleving haar gezondheid op de eerste plek zet. Omdat niet alleen Suriname te maken heeft met deze pandemie, maar ook de rest van de wereld en een ieder moet zijn of haar verantwoordelijkheid kennen, meent Atmodimejo. Maar dat wij als VHJI door blijven steunen, of laat me zeggen, we blijven hopen dat we onze bijdrage kunnen geven aan de ontwikkeling van dit mooie land. Wij wonen niet alleen in Suriname, we doen het met z'n allen. En in die gedachte wil ik dus blijven om te zeggen, Brada Nangasisa, laten wij met elkaar, of we nou Javanen zijn, of Indianen, of van Afrikaanse of Indiaanse afkomst, dat wij met elkaar dit land opbouwen. We staan voor grote uitdagingen en daar willen wij als Javaanse een groep ook onze bijdrage leveren in die ontwikkeling van Suriname. Elwin Atmodimejo, voorzitter van de Stichting Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie vanuit Miami, Florida. De VHJI wil invulling geven aan het documentatiecentrum te Sanabudaya en de uitgifte van het boek 130 jaar Javanen in Suriname bij de herdenking van 131 jaar Javaanse immigratie op 9 augustus.